En hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe Jordi vs. Rick. Ik ben de gast, ja, Jordi hier natuurlijk met de enige echte... Jordi! Ja, dat klopt. Daar ben je ook van mee. Van Jordi Minecraft. Vandaag spelen wij Pizza's Brief en we hebben verzonnen vanaf nu de verliezer die bepaalt de game van volgende week. En nou ja, spoiler, ik heb vorige week flink verloren. Ja, en deze week ga ik verliezen. Heb ik zo het gevoel. Nou, ik heb het gevoel. We spelen nu ja, met ik heb een pizza cutter. Ik heb een pizza cutter. Ik ga het doen. Ik doe het. Pepperoni! Ik heb pepperoni! Wat is dit? Jordi heeft nog nooit Pizza's Brief gespeeld, mensen. Pizza's Brief is als normale brief. Alleen de blokjes kun je weghakken voor power-ups. Zoals speedboost en hogere sprong. Wat? Ik zie, oh fuck, nee, onzichtbaar. Die is vet chill. Hoe word je onzichtbaar? Voor mij is Soul Sand, maar dat weet ik niet zeker. Oh, dat ben ik zojuist onzichtbaar geworden. Oh, ik heb slow-mo bombs nu, dat is best wel nice. Oké, ik heb iemand doodgemaakt. Oké, ik sta nog bovenaan, samen met je Ricky. Samen met Ricky. Ja, maar ja, oké. Ik heb explosieven nu en ik heb slow bombs. En ik zie. Ik weet niet meer hoe je onzichtbaar wordt, maar dat heb ik nodig. Ah, someone else is blind by you. Obsidian maak je. Oh, kut, ik heb dizziness. Nee, ik heb dizziness. Ik heb ook dizziness, die is vet, kut. Welk blok zou die geven? Ja, die ik heb iemand vermoord. Ik vermoord niemand, ik blijf gewoon overleven. We zijn er met z'n drieën, Jordi. Eén van ons twee pakt bijna aan de winst. Ja, ik heb nog iemand vermoord. Hoe moeten we hier ooit een Jordi versus Rick van maken? Nee, Rick, we zijn er dus enige twee over. Is dat je opgevallen? Oh, oh. Je bent ook nog steeds dizzy, of niet? Ja, maybe. Hey, Rick. Rickard, hey, doei. Hey, Jordi. Fuck, nee. Waarom doe je dit aan? Oh, ik zie ook echt... Nee, welk blok is dat? Ik zie een flikker. Welk blok is dat? De obsidian, die is... Nee, kut! Nee, een creeper! Ben je dood? Waar ben je, Rick? Waar ben je? Ik ben onzichtbaar. Ah, klootzak. En weer onzichtbaar. En dag, Rick. En weer onzichtbaar. En nu zie je niks. Maar wel onzichtbaar. Maar je ziet niks. Oh, die dizziness is over. Godzijdank. Hoe ga je... Welk is die dizziness? Hoe word je onzichtbaar? Ja, ik oh, zie met een glas. Hallo, Rickard. Oh, doei. Ik peer hem hier. Vertrouw dit niet. Dit is een tweemansstrijd hoor, wij zijn voorzichtig. Oh, wat is nou die dizzy dan? Jij blind mij en ik ga onzichtbaar. Dit schieten we niks mee op, Jordi. Er zit een creeper achter me aan, ga weg. Hoe weet je dat zo zeker? Misschien ben ik het wel. Oh. Rolling. Dat is van die reclame, weet je wel, die ene. Dat is niet van die reclame, dat is gewoon van een liedje. En dat is ook van die reclame, dat liedje van Rolling. Een van was een autoreclame, vast wel. Maar Jordi, serieus, welke steen is die Dizzy? Ik vind het niet leuk. Oh, wat zijn die ik kan splash potions of slowness gooien, ik heb echt tientallen van. Ja, daar had ik ook net een paar van. Toen was ik ze kwijt. Ik heb echt tientallen van. Waar ben je? Oh, fuck daar! Dat is wel slim is, je kan ook op deze blocks gaan staan, die zijn moeilijk weg te halen. Dan val je te snel door de grond. Oh, volgens mij lek je nu. Ja, je lekt er. Ja. Oeh, iemand heeft Veteran gekocht. Gefeliciteerd. Oh, nou, leuk voor je. Heb je 20 dagen... Oh, creeper! Ja. Oh, dit is de meest intense strijd ooit. Waarom zijn wij als enige twee over? Hoe kan Jordi dat? Jordi stelt ook voor om het met z'n tweeën te doen. Zei ik, nee, dat duurt het veel te lang. Veel te kort. Ja, nou, dus je ziet het maar weer, hè? Dan zie je maar weer. Wij zijn gewoon veel te goed hierin. Ah, wacht. Rickard. Slowbombs. Hoppa. Ik probeer te navigeren zonder iets te zien, zeg maar. Ho! Hey, AIDS! Bitch, please! Ja, applaus! Oh. Nou, We kunnen ook per aflevering zeg maar beste van de drie doen. Ja, maar dat wordt dan wel een hele lange aflevering, anders nee. Het lang duurt voordat mensen gejoind zijn voor ons. Ja, dan knip je toch gewoon, Kreng. Oh, knippen we wel. Tot de volgende potje. Woo, tot zo! Laat je facecam wel alsjeblieft even aanstaan. Ja, dat doe als ik wel van plan. Oké, gaan we nog gewoon meteen weer in. Er zijn lekker veel mensen nu, dus het gaat lekker snel. Ja, volgens mij zijn we dus... Ja, hier, waar zijn ze? Ja, precies. Game begint meteen. Bats, ja, let's go! Boom, bats, bam! Nou, als ik deze win, dan heb ik dus de eerste dag alvast gewonnen. Okay. Van Jordi versus Rick. Dus eigenlijk zijn het 9 potjes in plaats van 3. Wow. Ik weet dat niemand blindness gegeven nu. Ja, iedereen krijgt blindness. Nee, één iemand. Echt waar? ik heb iemand vermoord. Maar hoe geef je nou die blindness, Jordi? Serieus, vertel me je beroepsgeheim. Nee, dat moet je gewoon doen met een bepaald blokje. Ja, welke? Glas als het goed is. Zeggen, glas is onzichtbaarheid. Oh. Dat is glas. En als je dan je pickaxe weg doet, dan zien ze je helemaal niet meer. Dan kun je gewoon overal sneaken. Ja, iemand heeft een blindness gegeven. Oh ja, dat is obsidian. Dat is een olijf. Een olijf? Wat? Ja, dat moet ook een... Dit is een je pizza natuurlijk, Jordi. Je bent zelf een olijf. Denk aan die pizza.
Ik ga er even eentje vermoorden hoor. En dus in het midden zit die gouden blok, dus die pak echt iedereen voor 30 seconden dizzy. Oh. Oké. Okay. Ja, het lekt wel enorm nu, hè? Pizza, spleef en pizza. Ik heb iemand met jouw skin vermoord. Echt, heeft iemand mijn skin? Ja, en ik heb nog iemand vermoord. Hey Jordi! Hey Rick, ben jij dat ook? Oh. Wow. Op Jordi. Als Jordi maakt die persoon, ja, hoppatee! En we zijn weer als enigste twee over! Nee, kut! Oh nee! Nee, kut! Nee, Olive! Wat is er mis met Olive, Rick? Oh, waarom lek je? Waarom lek je? Nee! Ja! Wow! Yes! Kut. You motherfucker! Spanning en sensatie, het staat 1-1. Nog een keer, kom op, let's go. 1-1. Hey, doe dan trouwens voor morgen de wafelsplief of de cookiesplief doen, okay, dat is vet hip. Is goed, doen we. Game starts, oké. Okay. Okay. Let's go, spannend. Bepaalde strijd. Oké, komt ie. I won't go down without a fight. Maar Rick, laten we al eerst even afspreken. Zeg maar, je moet wel echt eerst eindigen dan. Of... Nee, ik dacht gewoon... van een van de twee. Oh, okay, blijven leven. Oké, iemand heeft me zojuist onzichtbaar gemaakt. Of niet onzichtbaar, maar darkness ding gegeven. Iemand zit hier trouwens bij de middelste blok te hakken. Oh, fucking kut. Nee, ik ben direct doodgemaakt door iemand. Flikker. Ja. Op Rick, win deze pot. Nou, oké, als ik nu win, dan... Ja. Een puntje. Ja, tot leuk. Nu toe blijkt wel leuk, de rest leuk van mensen... Leuk dat je spectate mode hebt. Niet. Wat? Ga je niet in spectate mode? Je hebt geen spectate mode. Oh. Nou, Jordi, ik zal even een verslag geven. Ik ben vet goed. Jij bent matig. Wat ik momenteel doe is rondjes rennen en die glazen blokjes hakken. Ja, we hadden dit nooit op Twitter duidelijk moeten maken dat we dit gingen doen. Want nu gaan mensen dus instinctief direct op ons of op mij. Vooral op Jordi, vooral. Toch wel. Ja, omdat ik een Minecraft kanaal. Precies. Oh nee, iemand heeft dat middelste blokje kapot gemaakt. Dit vind ik niet fijn. Oké, er zijn nog 4 spelers over. Hoe kan ik dit spelen? Jordi Warsje skin heb ik gewoon, niet liegen. Wat? Nee, iemand zegt Jordi Warsje skin, maar die heb ik gewoon, niet liegen. Maar, nee, hij vraagt waar is je skin, dan zeg je die heb ik aan. Ja, nee, die heb ik gewoon. Ja. Oh fuck! Creeper. Ik ben echt, deze Dizzy is echt verschrikkelijk. Ja, nou... Leuk nou. En zo, dat ik er niks van kan zien. Kan ik gewoon zeggen dat ik gewonnen heb en als je dan geen bewijs hebt, zeg maar. Jawel, ik zie wel bewijs daarvan. Overduidelijk. Okay, ik ben er met 1 persoon, ik ben met Wouter Metz. Met een Z. Ik ga even wachten tot mijn Dizzy uit is gewerkt en dan ga ik denk gewoon onzichtbaar op Wouter Metz af en dan maak ik hem af. Flikker op! Ga weg! Ik wil jullie... Nee, ga weg! Flikker op! Die lelijke skins van jullie. Oké, Wouter die is momenteel aan het stoeien met de creeper. Hoe krijg je die creeper-eieren ook alweer? Ja, weet ik niet. Die heb ik nog helemaal niet gekregen. Dat is het punt. Ik had ze wel 1 keertje. Ga weg! Soul Sand? Slow Bombs is dat. Oké. Okay. Als Wouter Metz mij gaat blinden, dan ga ik zo doen, hoor. Oh, shit! Oh, Wouter toch. Waar is Wouter? Wouter is onzichtbaar. Ze hebben het gameplay als one. Oh, nee. Jammer, bitch! Ah, dit vind ik wel een beetje klote, deze. Dit is klote. Dat is klote. Oké, okay. Nou je hebt de eerste keer gewonnen, Rick. Dank u wel. We hebben wel bewezen allebei dat wij beter zijn dan de rest in Pizza's Brief. Ja, dat wel. Maar ik vond het wel kloten dat ik direct de eerste paar seconden dood werd gemaakt door die ene flikker. Echt. Jongens, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Woensdag zijn we er weer met het tweede deel van de Pizza's Brief, Rick versus Jordi. En dan gaan we een van deze andere 3 fantastische maps doen. Yep. Dus, blijf wel kijken. Laten we kijken. Doei. Tot woensdag. Yeah. Support Rick. Fuck Jordi. Hey. Het is toch zo? Nou, misschien. Bye.